Rond een prachtig gebouw zie ik opeens een ongewone drukte. Ja, ik had het in de Volksmacht gelezen en toch was het mij weer bijna ontgaan. Sparrenduin, het prachtige vakantiehuis van de centrale der metaalbewerkers, werd ingehuldigd. In aanwezigheid van monseigneur de Smet. Minister Segers en de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wensten de bouwers geluk met hun initiatief. Ik zag en ik proefde Sparrenduin. Het is één grote weelde. En ik moet er kost wat kost mijn vrouw voor winnen. Volgende zomer logeer ik met mijn gezin in het heerlijke Sparrenduin bij de zee. Of het moest zijn dat ternood het studiehuis van het vakkerbond de Overijse de voorkeur kreeg. In de zomermaanden wordt dit studiehuis ook voor verlofgangers opengesteld. En tijdens mijn verlof zou ik zeker de zware gezonde lucht van het Soniënwoud op prijs stellen. Van verlof gesproken. In 1955 hebben de christelijke mutualiteiten weer een pluim verdiend. Dankzij onze mutualiteit hebben duizenden jongens en meisjes weer onvergetelijke dagen beleefd. Aan zee of in de Ardennen. Of in Zwitserland. Op doortocht de Hiérachimont in de Ardennen heb ik eens rondgeneusd. Het neusje van de zalm. Mogen die moderne paviljoenen wel heten.